De Belgische maakindustrie is een voorloper in digitale transformatie. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat volop in transitie is naar industrie 4.0 is Reinaerts Aluminium uit Duffel. Het familiebedrijf ontwerpt systemen in aluminium voor ramen, deuren, zonwering en veranda's. Reinaerts Aluminium levert zowel profielen als accessoires naar onze klanten. Die verwerken die dan naar elementen voor de verschillende marktsegmenten. Het kan zijn dat een gewone woning is, maar het kan ook een industrieel of een commercieel complex zijn. Dus we leveren goederen uit standaard systemen, maar ook werken we constant aan nieuwe oplossingen voor de uitdagende projecten, zowel in binnen- als buitenland. We zijn dus niet enkel een leverancier van producten, maar ook een goede partner voor architecten, eindgebruikers en ook wel projectontwikkelaars. Het bedrijf heeft een gamma dat duizenden verschillende profielen en accessoires stelt. De logistieke afhandeling van elke bestelling is dan ook een complex proces. Om zijn sterke groei efficiënt te kunnen volgen, heeft Reinaerts nood aan digitale tools. Alleen al hier in onze centrale magazijnen op de campus te Duffel werken we met meer dan 200 mensen dagelijks aan een grote logistieke uitdaging. Aangezien we elk jaar met 8% groeien, wordt die uitdaging jaar op jaar groter. Onze orders moeten tijdig en op een kwalitatieve manier naar onze klanten vertrekken. Om onze logistieke processen te optimaliseren, zijn we constant op zoek naar verbeteringen en innovaties. De digitalisering werd hier al jaren geleden ingezet. Voor een vervanging van de tablets in de logistieke afdeling deed het IT-team een grondige screening van de markt. We zijn gestart met het testen van 4 verschillende tablets van verschillende merken. En Panasonic kwam daar als beste uit de bus. We hebben de test gedaan met mensen op de werkvloer en ook mensen van IT. Wat voor ons belangrijk was, was de schermresolutie en de grootte, de hanteerbaarheid van het tablet, ook de aanpasbaarheid van de schermen en ook het gewicht was van belang. Ongeveer 30% van onze tablets beschikt over een interne barcodescanner. Hierdoor wordt het mogelijk om alle in- en uitgaande bewegingen en de transfers van de producten onmiddellijk te registreren. Veranderende klantenverwachtingen maken de logistieke uitdaging nog groter. Klanten houden minder voorraad aan en bestellen kleinere orders per werf. Dat betekent dat we vaker het magazijn in moeten om deze orders te gaan pikken. In ons accessoiremagazijn hebben we daarvoor een programma ontwikkeld, zodanig dat we verschillende orders tegelijkertijd kunnen pikken. We doen dat doordat we met verschillende kleuren op de tablet gaan werken, waardoor het voor de picker mogelijk wordt om elk order te kunnen herkennen aan zijn kleur. Hierdoor wordt het maken van fouten bijna onmogelijk. Reinaerts Aluminium blijft dus verder verbeteren en innoveren. De toughbooks van Panasonic blijken daarvoor nog steeds een geschikte tool. Ja, we houden onszelf scherp door constant rond te kijken op de markt wat er beschikbaar is aan andere toestellen. We hebben onlangs nog een test gedaan met een ander toestel van een ander merk, maar toch bleek dat niet beter te zijn dan onze bestaande Panasonics. We hebben een heel goed contact met de mensen van Panasonic en we zijn ook al aan de 5e versie bezig van het oorspronkelijk aangekocht toestel. Deze 5e versie blijft nog altijd voldoen aan onze verwachtingen.